Hoi lief allemaal. Welkom bij de Algemene Tarot Coaching voor Sterrenbeelden. En deze is voor de Steenbok. September alweer. Maar ze gaan voorbij tijd, deze readingen. Dus krijg jij deze reading toegevallen. Op een ander tijdstip. En de boodschap kun je gebruiken, dan is die boodschap ook gewoon voor jou bedoeld. Gebruik je eigen intuïtie. Ik zeg het er altijd toch maar weer bij. Niet iedere steenbok zit in hetzelfde proces. Dus het kan maar zo zijn dat als je naar deze reading luistert, dat het totaal niet resoneert. Het kan ook zijn van wel. Zo niet, laat het dan aan je voorbij gaan. Alleen een persoonlijke coaching, tarot coaching, kan helemaal toegespitst zijn op jouw persoonlijke situatie. En daar kun je ook voor kiezen. En dan kun je me vinden via mijn website. Oké, nou, daar gaan we. Voor de steenbok. Situatie. Wat dwars ligt. De uitdaging is waar bewustzijn zicht op heeft. Onbewust, recente verleden, advieskaart naar bije toekomst. Jij. Invloed van anderen, hoop en vrees en de conclusie. Onder het dek is leidraad, die viel tijdens het schudden eruit en dan plak ik hem onder op het dek en dat is dan de leidraad voor deze reading en daar kom ik zo op terug. Even. Naast de gewone kaarten wil ik nog wat verklarende kaarten trekken. Bij de advieskaart naar mijn toekomst. Deze. En een verklarende kaart op de plek. Jij. Zo. Een extra boodschap uit de set fluisteringen. Oh nee, ik heb nou de andere. Deze. Ja, deze klopt. Nee. Die vloog eruit. Eentje uit de surrender set. Wat moet deze steenbok opgeven of zich gaan overgeven? Oké. Nou, daar gaan we. Die kaart turning in. Dat is de leidraad. En als je goed naar het plaatje kijkt, dan zie je ook deze vrouw die eigenlijk wat glimlacht. En je ziet allerlei hoofden, stemmen, monden open en dicht gaan. En dat geeft dan eigenlijk weer hoe ons denken in elkaar steekt. Zoveel capriolen, zoveel stemmen, zoveel gedachten die er zijn. En deze vrouw zit gewoon heel kalm, glimlachend ernaar te kijken. Ze kijkt er gewoon naar. Want dat is echt ook mogelijk in een soort van meditatieve houding. Dat je zonder te oordelen, met een glimlach op je gezicht, naar de capriolen van die mind kijkt. Als waarnemer. Van wat er allemaal
aan gedachten binnenkomen. En we proberen dat stop te zetten. Maar de gedachten kun je eigenlijk helemaal niet stopzetten. Wat je wel kunt doen, is er gewoon naar te kijken. Zonder je ermee te vereenzelvigen. Zonder je ermee te identificeren. Er gewoon naar te kijken. Als een waarnemer. En je bewust worden ook van wat zich daar eigenlijk afspeelt allemaal in je gedachten. Dus eigenlijk met een soort van, ja, met een afstand ernaar kijken. En dat kan echt. Want je hebt namelijk ook een hoger zelf, een bewuste jij, die naar die stemmetjes en die gedachten kan luisteren. En als je dat onder de knie krijgt, dan zul je ook niet meer zo snel in drama verwikkeld zijn. Want deze stemmetjes en zo, die proberen allemaal drama en chaos te zaaien, conflicten te zaaien. Je vrijheid te ontnemen en je angst aan te jagen. Maar als je er gewoon naar kijkt met je bewuste jij, met je hoger zelf, dan kun je dus op een bepaalde mooie manier afstand nemen. Zonder ze te willen stopzetten. Want hoe meer jij probeert je gedachten stop te zetten, hoe meer de gedachten komen. Dat is eigenlijk de betekenis van deze kaart. Nou, we gaan kijken. Deze steenbok is er klaar voor om wonden uit het verleden te helen. Dat is de situatie. Torenervaring. Nabije toekomst. In het contact met anderen. Dat zou eens goed kunnen. Oké. Okay. Ja. Ik ga eerst naar het recente verleden. Daar ligt die trust kaart. En deze kaart zegt eigenlijk van probeer op het leven te vertrouwen. Je hoeft je niet vast te grijpen aan iets wat je toch kunt verliezen. Want hoe meer jij probeert vast te grijpen, hoe meer jij probeert vast te houden, hoe meer een andere kracht dit probeert van je weg te nemen. Omdat het juist ons proces is om heel te worden, is om te onthechten. En je dus nergens meer aan vast te klampen. Beeld geeft aan, maak die vrije val maar. Houd je nergens aan vast. Laat los. Laat het gaan. Laat de controle los. Ga dus inderdaad als waarnemer kijken wat er afspeelt in je leven. En probeer niet iets vast te houden wat je toch kunt verliezen. Geniet ervan als het er is. Neem er afscheid van als de tijd is om los te laten. Dat ligt op het recente verleden. Dus waarschijnlijk heb jij, steenbok, ben je daar mee bezig geweest in je gedachten? Of heb je daar iets over gelezen? Of nou, is het in ieder geval je toegevallen dat het tijd wordt om wat meer te gaan vertrouwen? Vertrouwen op het leven zelf, maar ook vertrouwen op dat het leven jou brengt wat je nodig hebt. En dat is dus niet iets buiten jezelf, maar je krijgt alles wat je nodig hebt om te groeien en om te helen en om je te ontwikkelen. Een sprong in het onbekende. En misschien ben je ook wel gedwongen om een sprong in het onbekende te maken. Omdat je misschien een deel van je leven hebt verspild aan situaties of dingen of mensen die je toch kan kwijtraken. En als je je daaraan vast
klampt, dan vertrouw je dus eigenlijk niet op het leven zelf. Dat het leven jou brengt wat uiteindelijk wel bij je hoort. Of dat bij jou moet komen om verder te kunnen groeien. Sprong in het onbekende. Want die kaart zegt ook, waarom zou je bang zijn dat iets je wordt afgenomen? Want je heelheid kan je nooit worden afgenomen. Je goddelijk zelf kan jou nooit worden afgenomen. Maar vaak klampen we ons vast aan iets buiten onszelf. Nou, dat heeft te maken met wonden. Wonden uit het verleden. Dit is de healing kaart. Deze zegt dat je op dit moment er eigenlijk klaar voor bent om wonden uit je verleden te gaan helen. Ja, daar is voor een ieder een geschikt moment voor. En dat kun je niet vooraf bepalen. Dat lijkt al wat voorbeschikt te zijn. Maar wat eigenlijk de bedoeling is, ook met de betekenis van deze kaart, is dat je weer naakt en kwetsbaar durft te gaan zijn. En open durft te gaan staan voor de liefdevolle aanraking van het leven, van het bestaan, van waarom je hier bent. Kijk, als je wonden heelt uit je verleden, dan houdt de enorme strijd en het lijden houden op. Maar op dit moment ervaar jij nog wel het strijd en lijden. Dat kan ik zien. Aan deze kaart. Dat is invloed van anderen. Waarschijnlijk ervaar jij nog in de omgang met anderen. En dat kan een liefdesrelatie zijn. Hoeft niet. Kan ook in vriendschappen zijn. Ervaar je projecties. Projectie. En als je... Je trekt elkaar ook aan. Om elkaar te helpen om die wonden te helen uit het verleden. Je spiegelt elkaar in die wonden. En de ander is er dan altijd heel goed in staat, onbewust, om in jouw wond te gaan roeren. Met opmerkingen, met houding, met gedrag. En dat is nou net de bedoeling. Want als je het projectiemechanisme goed gebruikt, het fenomeen projectie goed gebruikt, dan kun jij van jouw wonden helen. Want de ander spiegelt je wond. Dus bijvoorbeeld, stel dat jij nog angst hebt voor verlaten te worden. Stel dat dat het familiethema is. Hè? Want dit is ook, deze steenbok is ook hier op dit moment in dit leven om een bepaald familiekarma te doorbreken. Die ligt bij jou. Je voorouders. Vaak gaat het 7 generaties terug. Een bepaald thema. Familiekarma steeds terugkomt. En jij hebt dan de schone taak om dat familiekarma te doorbreken. Stel nou dat familiekarma is dat je angstig bent om verlaten te worden. Dan zal jij iemand treffen die waarschijnlijk bindingsangst heeft. Want dan, als de een zich bang is om verlaten te worden, die durft die binding wel aan. Maar de ander durft de binding bij voorbaat al niet echt aan. Dus is er vaak dat aantrekken en afstoten in een liefdesrelatie.
Dus de een trekt aan, en de ander die wil niet verlaten worden. Dus die gaat zich op een bepaalde manier gedragen om vooral niet verlaten te worden. En de ander, dat schrikt dan de ander af en die houdt afstand. Nou, en waarin word jij gebracht als één persoon afstand neemt? Stel, jij bent degene met verlatingsangst en de ander houdt afstand. Waar word je dan ingebracht? Jawel, in het thema verlaten worden. Nou, en dat, bam, dat triggert dan de pijn. Degene met bindingsangst kan dan ook regelmatig opmerkingen maken, waardoor jij je gelijk emotioneel verlaten voelt of in de steek gelaten voelt. Ze kunnen wat minder emotioneel zijn. En je kunt van alles bedenken. Hij ligt bij invloed van anderen. Dus dat wil mij zeggen dat je op dit moment te maken hebt met projectie. Jijzelf en de ander. Waardoor je op dit moment nog niet heel erg het leven kan vieren. Hij ligt onbewust. Je worstelt nogal in de omgang met geliefden. Maar nogmaals, het is bij jou een familiekarma. En je krijgt dan de kans om dat te doorbreken. Zodat jij zelf die adelaar gaat worden. Een adelaar met een goddelijke visie. Dat je je ego-strategieën los gaat laten, steeds meer. Dat je die laat sterven. Dat je steeds meer je ware zelf wordt. Naakt, kwetsbaar, authentiek. En naar je eigen waarheid gaat leven. Maar een nieuwe visie. Deze kaart wil ook zeggen dat er een soort van wedergeboorte nodig is of is geweest. Maar hij ligt bij jou op het bewustzijn. Dus je bent je er waarschijnlijk van bewust dat er een wedergeboorte moet plaatsvinden. Om strijd en lijden te verminderen. Maar dan is een goddelijke visie uiteindelijk noodzakelijk. Want als je in de lagere frequentie blijft van je mind, van je ego, van al die veroordelende stemmetjes en conditioneringen, gedachten, dan denk je heel beperkt. En dan zie je de dingen niet zuiver zoals ze werkelijk zijn. Je ziet het dan vanuit je angst. Vaak is omdat, ja, als, kijk, de toren verschijnt altijd als iemand te veel vasthoudt aan wat hij heeft. En kijk, dat moet ik aan deze kaart denken. Hou niet vast, vertrouw op het leven. Vertrouw op dat jij geleid wordt met je intuïtie naar wat voor jou op dit moment in jouw leven moet zijn, maar ook wat weer uit jouw leven moet verdwijnen. Alles met betrekking tot jouw ascensie, jouw groei, jouw ontwikkeling, jouw heelheid en om strijd en lijden los te kunnen laten. Echt de bedoeling dat je het oude durft los te laten. En daar ben je, ja, daar ben je waarschijnlijk toch al op de een of andere manier mee bezig in gedachten. Of je hebt het gelezen, nogmaals, want hij ligt op het recente verleden. Maar toch, je weet het. Kijk, want dat is hetzelfde. Dat is het, kijk, want je kunt het weten. Je kunt het inzicht hebben, maar het nog niet durven te doen. Of dat het nog niet lukt om die vrije val te maken. Nou, dat geeft deze kaart eigenlijk aan. Soms moet het leven zelf dan ingrijpen. Iets moet instorten. Iets moet instorten wat op een zwak fundament is gebouwd. Het kan zijn dat je vasthoudt aan een liefdesrelatie waarbij er absoluut geen groei meer is. Hoewel, kijk, er ligt die projectiekaart. Dus dat wil zeggen dat er juist heel veel groei is. Maar dan moet wel één of twee van de beide partijen bereid zijn
om via projectie de wond te helen, te leren, een nieuwe visie, goddelijke visie te krijgen, et cetera. En niet bereid, ook bereid zijn dat het oude fundament gewoon wordt verwoest. En iets wat oud is, wat absoluut niet meer volstaat, dat wordt verwoest. En dat kan van alles zijn. Het kan een oude baan zijn wat absoluut niet meer volstaat, waar geen groei meer mogelijk is. Het kan kunnen zijn oude gedachtepatronen, van alles. Dat is de nabije toekomst, is de advieskaart. Als jij niet vanuit jezelf al wat meer los durft te laten, dan word je geholpen door je hoge zelf. Want je trekt dan situaties aan, waardoor je zelf eigenlijk de toren schept. De torenervaring schept. Het zegt ook vaak dat je dan niet naar je intuïtie hebt geluisterd. Maar dat je meer naar je angststem hebt geluisterd, voortkomend uit die wond. Maar alles wat er gebeurt, en daarom heb vertrouwen, alles wat er gebeurt is om jou te bevrijden, te leren bevrijden van oude wonden. Om je te kunnen bevrijden van de oude wond is innerlijk kindwerk heel erg belangrijk. En dat kun je doen via projectie. Dat is ook altijd wat ik de mensen leer bij een persoonlijke tarotcoaching. Het is nooit alleen die tarot. Het inzicht, de berichten. Maar er hoort altijd bij dat je de methodiek mee naar huis krijgt. Hoe jij jouw wond uit het verleden kunt helen via projectie. Nou, hij ligt er dus bij jou. En we hebben vier helende emoties. Dat is boosheid, verdriet, angst en spijt. Bij spijt hoort ook schaamte en schuld. Die ligt bij jou op de hoop en de vrees. Er is dus ook in jouw leven, lieve steenbok, een issue met betrekking tot schuld of schuldgevoel. En dat zou je dan bij jezelf ook eens moeten gaan observeren, waarnemen, waar jij je schuldig over voelt. Of welk issue jij hebt met schuld. Misschien kreeg jij van je ouders altijd de schuld. Of van anderen altijd de schuld. Had jij het altijd gedaan? Hadden de ouders geen zelfreflectie, maar was het altijd jij? Het kan ook zijn dat je heel erg bent gaan geven in een relatie. En dat vanaf het moment dat jij meer aan jezelf wil gaan geven, of jezelf meer op de eerste plaats tijdelijk wil zetten, dat pats, boem, dat je dat dan gelijk een schuldgevoel geeft. In het contact ook met die ander. En de ander projecteert dat dan ook weer. Dus als je in het contact met de ander in schuldgevoel terechtkomt, is het altijd van belang dat je ook waarneemt van dat iets is van vroeger. En dat de ander dat spiegelt. En dat er een psychische wond aan ten grondslag ligt van jou als kind. Dat je verlaten bent, dat je afgewezen bent, dat je de schuld kreeg. Of dat je altijd het gevoel had te falen. Dat je het nooit goed genoeg deed. Op dit moment ligt deze possibilities kaart nog dwars. Dat wil zeggen dat je op dit moment nog je ware potentieel niet echt van de grond komt. Omdat je nog die psychische wonden moet helen. En nog moet durven loslaten aan oude zekerheden. Dat je je daar niet aan vastklampt. Ik heb ooit een video gemaakt over projectiemechanismen. Hele via het projectiemechanisme. Die kun je nog steeds kijken via de zoekmachine op mijn YouTube-kanaal. Als je dat dan intoetst, projectiemechanisme, dan krijg je dat filmpje. En dat helpt jou wellicht ook om in ieder geval al een visie daarover te krijgen van hoe dat dan in elkaar steekt. Voor deze steenbok in ieder geval heel erg belangrijk om stil te zijn en naar binnen te keren. Waar te nemen, stil te zijn.
zodat je je goddelijke leiding hoort, je intuïtieve leiding hoort, in plaats van alleen maar die veroordelende, lagere energieën. Ego-stemmetjes van jezelf, ego-stem van jezelf en van anderen, die allemaal in je hoofd afspelen. En als je daarnaar luistert, ja, dan krijg je eigenlijk, roep je die torenervaring af, omdat er dingen moeten veranderen. Om jou naar dat hogere bewustzijn te brengen, die nieuwe goddelijke visie te brengen, om jou die wedergeboorte te brengen. En dat kan heel zwaar voelen. Dit kan wel zwaar voelen. Maar het is, je maakt het heel erg zwaar als je daar je oordelen op loslaat. Van, oh, dit is erg, dit is een drama, dit is afschuwelijk. Dit. Maar je probeer er afstand van te nemen. Probeer er vanuit afstand naar te kijken. Wat is mijn les hieruit? Wat heb ik niet willen zien? Waar heb ik niet naar willen luisteren? Waaraan heb ik me vastgeklampt? Waarin heb ik niet... waarin heb ik gestagneerd? Wat heb ik niet in willen zien? Want de toren verschijnt altijd als je iets niet hebt in willen zien. Terwijl je toch nog wel geregeld intuïtieve ingevingen kreeg. Ik ga naar de appreciation. Dit is een mooie uitdaging of de advieskaart bij de nabije toekomst. Met een torenervaring kun je dus heel erg met oordeel het ervaren en dus in de drama blijven zitten. Maar als je er als een waarnemer naar gaat kijken, naar deze ervaring, dat het je in feite helpt om alles wat zwak is uit je leven te laten verdwijnen, dan kun je er in de nabije toekomst met dankbaarheid naar kijken. Zelfs naar deze verwoestende ervaring. En dat kan van alles zijn. Dat ineens je baan weg is. Dat ineens van vandaag op morgen dat je ineens ontslag krijgt. Het kan zijn dat je van vandaag op morgen ineens je relatie over is. Het kan van alles zijn. En dat lijkt een hele verwoestende ervaring. Maar als je daarnaar gaat kijken wat daar de les uit is, welke heling je eruit kan halen, dan krijg je die goddelijke visie en dan krijg je ook dat gevoel van dankbaarheid dat het je overkomen is dit. En dan kun je ook weer blij zijn, zelfs als het stormt, zelfs als het regent. En dan kun je ook weer met gelijkgestemde zielen die het leven vieren. Maar eerst de stilte in ook voor deze steenbok. Ja, want deze is heel belangrijk. Je hebt de neiging om achter het hek te blijven in de veilige tuin. Daarom ligt deze in de nabije toekomst. Want je hebt de sleutel, maar jij kiest voor veiligheid. En de toren komt altijd als je voor mensen die stagneren, omdat ze voor veiligheid kiezen. Dat ze niet uit de comfortzone durven te stappen. Kijk, ik zal het je laten zien. Dit is weer geen toeval. Kijk. Staying safe. Zie? Be aware, zegt deze kaart. Wees je ervan bewust dat de keuze om te blijven in de zogenaamde zekerheid van deze lieflijke tuin is heel erg aanwezig. En daarbij word je dan gemotiveerd door de gewoonte van angst voor het onbekende. Kijk, het is dit. Maak die vrije val in het leven. Durf het onbekende in te gaan. Maar als jij vasthoudt, dan grijp je hoger zelf in, omdat je nou eenmaal moet groeien. Want dat is waarvoor je hier in het leven bent gekomen. Jij bent hier niet in dit leven gekomen om te stagneren.
Dus je hoge zelf en de opgestegen meester zullen er alles aan doen om het te bewerkstelligen dat jij uit je impasse komt. Het is een karmisch pad voor om je waarheid te leren leven. Wat jouw voorouders niet hebben gedaan, wat ze niet hebben gedurfd, dat jij dat wel gaat doen. Living your truth. Je hebt de keus om je focus te shiften. En dat je je toewijdt aan je spirituele perspectieven. En dan moet je die tuin uit. En daar is de torenervaring voor, om je de tuin uit te krijgen. Wauw, super. Houd van wie jij bent. Ja. Jij bent goddelijk en prachtig en verdient alle bijzondere dingen die het leven te bieden heeft. Maar als jij jezelf vasthoudt aan oude situaties die eigenlijk uitgediend zijn, dan neem jij niet deel aan alle bijzondere dingen die het leven te bieden heeft. Dan leef je niet je ware potentieel. En dat wil jouw goddelijk zelf. Die wil dat jij uit jezelf haalt wat erin zit. Be the best you can be. Wees je eigen beste vriend. Geloof in jezelf. Hou van wie jij bent. En de energie van je eigen liefde zal jou helpen je dromen te realiseren. Wanneer heb jij jezelf voor het laatste schouderklopje gegeven? Of erkend dat je van jezelf houdt? Werk aan een positieve relatie met jezelf. Help je een positieve relatie met anderen op te bouwen. Ja. In plaats van dat je projecteert dat je niet genoeg van jezelf houdt. En dat projecteer je dan ook in het contact met de ander. Surrender your belief in scarcity. Dat je geef het op dat jij gelooft in gebrek. Dat er niet genoeg is. Dat er leegte. Gebrek. Angst daarvoor. Angst voor gebrek. Of dat je er zelfs in gelooft van er is niet geen overvloed voor iedereen. Het universum vraagt je om open te staan voor abundance. Voor overvloed. Maar daarvoor moet je dan wel blokkades verwijderen. In je leven. En dan kun je succesvol zijn met betrekking tot je eigen overvloed te scheppen in liefdesrelaties en je dromen te manifesteren. Maar nogmaals, dan moet je wel bereid zijn om die tuin uit te gaan. Dat was het voor de steenbok. Dank voor het kijken. Als ik jou, ik zou jou graag daar een stukje bij willen begeleiden. Als jij dat intuïtief voelt, dat ik dat zou kunnen doen. Daarin ja, iets zou kunnen betekenen voor je via innerlijk kindwerk en de coaching, de tarot coaching, dat je ook, ja, dus ook rechtstreeks te horen, via mij te horen krijgt hoe dat zit in jouw persoonlijke situatie. Onderaan deze video staat de link naar mijn website en kun je me vinden om een afspraak te maken. Sowieso wens ik je een fantastische maand september. Wees lief voor jezelf en tot de volgende keer. Bye bye.